15 april 2007 is de warmste aprildag ooit in Nederland. En in Scheveningen vindt de Europese première plaats van de musical Tarzan. De voorbereidingen voor de galapremière beginnen al 's ochtends vroeg. Spannende dag of is dit een gewone door de weekse werkdag? Nou, het is wel een speciale dag, ja. Waarom? Nou, omdat vandaag de première. Vandaag de première is. Heb je er zin in? Ja, kom op joh. Heel Nederland komt zo mee hier naartoe. Ik kan echt niet wachten gewoon. Maar het is toch ook vreselijk spannend, of niet? Ja, ik ben al wel. Nou, begin ik wel een beetje zenuwachtig te worden, ja. Als Jane. Ja, we gaan het er gewoon wat leuks van maken. Kom op, dit is de show waar we echt al een half jaar naartoe leven en waar we met z'n allen keihard voor gewerkt hebben. Dus ja, ik kan niet wachten om vanavond de mensen te laten zien hoe mooi Tarzan wel niet is eigenlijk. Ik heb dus geen toy stress. Ik heb wel toys! En nou met rust laten! Een vast theatergebruik is het uitdelen van cadeautjes aan elkaar, de zogenaamde toys. Was het heet gewoon? Nu is het bijna 3 uur. En dan begin ik, daar heb ik zeker 1,5 uur nodig. Dan heb ik wel een strak schema, dat is mijn ritueel. En zo langzaam kruip ik in de huid van Kala. En daar kan ik eigenlijk niet op wachten, dus ja. John Voice heeft een wel heel persoonlijke toy. Een kwartier voor aanvang wordt de cast toegesproken door het creatieve team. Here we are. You have actually reinvented the show here. It's for me een dubbel functionele show. Het is de laatste keer dat ik een grote show breng waar ik dus als directeur van dit bedrijf en dingen. You are doing such a wonderful job, and I'd like to thank you very much from my heart for making another aspect of my dream come true. Thank you very much. Een hele goede middag. Welkom bij de Europese première van Tarzan in het Forte Circus Theater te Scheveningen. Dus is het ook op de Rode Loper een drukte van belang. We'll be right back.
Oost-Afrika. Een schip vergaat en een jong gezin strandt in de jungle. Door een moordlustige panter worden de beide ouders vermoord. De baby blijft moederziel alleen achter. Hij wordt geadopteerd door de gorillamoeder Kala en opgevoed als haar eigen zoon. Na vele jaren in de jungle te hebben geleefd, ontmoet Tarzan als jong volwassen man voor het eerste medemens. Precies. Jane Porter. Vanaf deze onverwachte ontmoeting veranderen hun beide werelden. Voorgoed. Maar zoals bij elke musical begint het verhaal bij de audities. Honderden musicalacteurs en actrices doen een gooi naar een van de rollen in de musical Tarzan. Zoals bijvoorbeeld Chantal Jansen. In het ensemble van de musical 42nd Street, waar ze uitgeplukt wordt voor de hoofdrol in Saturday Night Fever. Ga je weer mee naar Saturday Night Fever? Ja! Die rol ontving Chantal haar eerste John Cryer Musical Award. Musicals als Crazy for You met opnieuw een Musical Award en Beauty and the Beast volgden. Naast theater was Chantal ook op televisie te zien als presentatrice van Idols, de staatsloterijshow en speelde ze in films als Volle Maan en De Dominee. Ik weet niet bij welke cursus ik bij de KLM moet volgen hoor. Ik moet daar gewoon echt van die hoogtevrees af. Want ik vind het echt verschrikkelijk. Maar ik ga dat dus niet vertellen tegen hun. Dat moet ik gewoon niet doen. Musicalwereld. Het afgelopen seizoen speelde hij de rol van de laffe leeuw in The Wiz en Anatoly Sergeyevsky in de musical Chess. In 2002 won Jeroen een John Krijkamp Musical Award voor zijn rol in De Griezelbus. Jeroen Pfaff! Verder speelde hij hoofdrollen in Evita, Elisabeth en Jesus Christ Superstar. There's no other way, I am leaving. Ik was blij dat mijn stem goed zat. Qua teksten, ja, het gaat nooit beter dan dit, met die zenuwen, weet je. Dus zeg maar te shaken. Come, stop your crying. It'll be alright. Just take my hand. Hold it tight. I will protect you from all around you. Shaira Bordersley begint haar carrière als danseres in musicals als Fame en West Side Story. Maar ze wordt bekend als ze de titel krijgt in de musical Aida. Ik ben ook blij dat ik eindelijk weer mijn ding kan doen. Kan laten zien wie ik ben. Goed. Goed. Goed, Jenny. Je hebt me overtuigd. Ik ga een begin maken met een brief aan het college. Ik kom binnen, het is echt een verschrikkelijke rij mensen. Maar iedereen is aardig. De tegenspeelster is heel erg leuk. De tegenspeler ook, dus dat stelt je wel gerust. Ik zou u best nog het een en ander willen laten zien. Of gaan we moeilijk doen? Ik doe absoluut niet moeilijk. En ik? Helemaal.
toch wel spannend hoor, met 20 man erbij. Die eigenlijk ook helemaal niet echt reageren. Struggling along for years and years, until I came along for you. Now it's all coming together, and together we'll see this through. You for me and me for you. With the eyes and the tender persuasion, I feel a duty to help you through. Dit was echt lekker ontspannen. Ik kon lekker gaan en mijn ding doen. De keuze voor de titelrol is echter niet gemakkelijk. Van de 850 kandidaten blijven er uiteindelijk maar een paar over. Genomen. We willen echt 100% zeker weten dat we een goede keuze maken. Voor jullie zelf, voor ons en voor het publiek. En dat betekent dat we dus niet vandaag gaan beslissen. We gaan dat pas doen op 24 november. Tot die tijd gaan we met jullie allemaal werken. But we've asked and they've agreed that we can bring you to New York. So the idea would be to bring you to sing for Phil Collins, so that he can hear you, because he couldn't be here with us today. Ik kan me er enorm op verheugen dat we inhoudelijk het vak nog serieuzer nemen als we dat al doen. Dus ik moet jullie eigenlijk feliciteren. Dus. Jeetje, reactie. New York. Ja, klinkt spannend allemaal. Verrassend. Ik had dit niet verwacht. Moeilijk. Wat gaan we doen? Ik vind het een cadeautje. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou komen. Jamai zal later besluiten zich terug te trekken. Eén van de kandidaat Tarzans was echter niet op de finale dag aanwezig, omdat hij een voorstelling in België moest spelen. Bij eerdere audities had hij wel een onuitwisbare indruk achtergelaten. Nou, ik heb heel veel geluk gehad, want Jeff, de regisseur, en Caroline, die hebben mij natuurlijk gezien in de andere audities en die hebben echt heel hard gevochten voor mij, zodat ik er toch bij kon zijn. Zeg maar niet op de dag zelf, maar nu wel bij deze laatste vijf. In een spannende uitzending op 24 november 2006 strijden de vijf jonge mannen om de rol van Tarzan. To guide these lives we see. I
Tarzans afgereisd naar New York om auditie te doen voor het creatieve team en Phil Collins. Het is niet niks wat we hier eigenlijk aan het doen zijn in New York met Phil Collins. Hart. Hart. Ja, hart. 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 Oh, nou. Voor mij de laatste twee waar ik tussen moet kiezen zijn John en Ron. En ik kies voor Ron. De keuze van de SBS6-kijker is geworden... Ron. Ja! I'm not sure what you want. Ron Link wordt 27 jaar geleden in Nijmegen geboren en is de helft van een tweeling. Ron speelt mee in de dinnershow of the centuries, maar de meeste mensen kennen hem van Idols. Ik was blij natuurlijk bij de laatste 10 te komen. En ik wilde wel winnen, maar ik had niet verwacht dat ik zo ver zou komen. Ja, dit is een opstap, dus ik hoop dat ik verder mag komen. Ja, ik vond het eigenlijk wel frappant dat ik toch tussen deze jongens terecht ben gekomen, ondanks dat ik geen opleiding en zo heb gehad. En ik had het er met mijn moeder, of mijn moeder zei eigenlijk tegen mij van nou, dan weet je wel dat je mee kunt gaan op dat niveau. Want ja, je zit er wel bij tenslotte. Het verhaal van Tarzan werd geschreven door de Amerikaanse schrijver Edgar Rice Burroughs, die overigens nooit zelf in Afrika is geweest. In 1912 schreef hij het verhaal Tarzan of the Apes. Dat werd gepubliceerd in een tijdschrift. In totaal schreef hij 25 verhalen over Tarzan, plus nog diverse andere verhalen. Van het geld kocht hij Tarzana, een ranch in Californië dat uitgroeide tot een riante buitenwijk van Los Angeles. Sterren als Jamie Foxx, Eva Longoria en Heather Locklear wonen hier. Het is inmiddels begin januari 2007 en het is de eerste repetitiedag. Repeteren jongens, heb er zin in. Ik kan echt niet wachten totdat we gaan beginnen en totdat ik daar ben sowieso. Want ze heeft gewoon een folder in de handen van Tarzan. Leuk, hè? Hey, Tarzan. Kijk eens. Tarzan is on his way. Wat een hal, jongens. Echt niet te geloven. Ja? Ik zag net alle kleine Tarzans gaan. Kom even mee, gaan we even voorstellen. Dat is wel leuk, want die jongens zijn eigenlijk mijn mini-mies. Dag mini-mies. Het is de mini-you. Hoe gaat het? Goed. Ja? Kijk dan. Hoi. Ron. Hoi. We hebben elkaar al gezien, hè? Ja. Hebben jullie er zin in? Ron, hoi. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja? Jane. Chaira Bordesley, Kala. Jeroen Pfaff, Kortjek. Clayton Perotti, Tar. Arie Rustenburg, Clayton. Hans Witt, Mr. Porter. Ik vind dat je, als je iets doet, dat je het beste moet doen. Dat lukt niet altijd. Dat kan niet altijd. En dat ben je niet de beste als je begint. Maar om te mogen werken met de top in je vak, de top van de mensen die dit vak wat wij beoefenen, waar we voor vechten, waarvoor we gaan. Als je met die mensen mag werken, dan word je zelf beter. Hoeveel castingrondes hebben jullie? Oh, heel echt idioot veel. Want mensen moesten alles. Dansen, zingen, acteren, vliegen. En dan niet één keer dansen, zingen, acteren. Maar dat moest heel veel keer. Callbacks. En dan ook heel vaak vliegen. Dus we hebben mensen wel 14, 15 keer op auditie gehad. In die uitzending is uiteindelijk geworden dat Ron de beste was. Maar uit die uitzending is ook gebleken dat we zijn natuurlijk armstudies nodig. En daar zijn wij voor uitverkoren, zeg maar.
Dus jullie gaan dus wel spelen. Ja, wij gaan zeker spelen. Ja. Het is eigenlijk altijd voor mij dezelfde puzzel en dezelfde cryptogram om in het Nederlands leuk te zeggen wat iemand in het Engels gezegd wil, wat iemand gezegd wil hebben. Dat verandert niet zo erg. Het enige verschil hier misschien is, dat had ik met Aida ook al een beetje, is dat Collins natuurlijk in de eerste plaats componist, muzikant is en dan tekstdichter, denk ik. En dat ik dus heel erg veel aandacht heb moeten besteden aan zijn muzikale structuur en zijn syncope. Hij is drummer, daar let hij wel op. Maar daar heb ik me dus ook heel erg aan gehouden. There's a lot of new stuff here because it's my second time looking at material and Phil looking at the material and Tom and Joop, and we all had ideas about, you know, it's we just want to take some ideas and make them better and change some things. And you know, in life you usually only get one chance in life, most things. But here we have a second chance to do something else. There is music that's being rewritten now. There's one little section in the show which is called Jungle Funk, which is basically all drums. It's fantastic. We never really had time, unbelievably, to sort of finesse it before we had to lock the show and then open. So this is a golden opportunity when you have a new production to actually do the things, and that's not the only one. We've got plenty of little other things with dialogue and presentation of Son of Man, for example, where we're going to do what we kind of wanted to do but couldn't do. Omdat er ook heel veel pers aanwezig is, is het vervolgens tijd voor interviews. Heel veel interviews. Wat was het dan? Wat gaan we doen? Op bij de lunch. Tarzan werd in tientallen verschillende talen uitgebracht. En verscheen ook in talloze comics. Tarzan werd voor het eerst verfilmd in 1918. Met in de hoofdrol Elmo Lincoln. En was een van de eerste films die meer dan $1 miljoen opbracht. Lincoln kreeg de rol omdat Winslow Wilson, de oorspronkelijke acteur die ingehuurd was, dienst nam in het leger. De beroemdste vertolker van Tarzan is natuurlijk Johnny Weissmuller. De zwemkampioen behaalde 5 gouden Olympische medailles, waarvan 2 tijdens de Spelen in Amsterdam in 1928. Een jaar later maakte hij zijn filmdebuut. Hij zou een wereldster worden door vanaf 1932 de rol van Tarzan te spelen. Een rol die hij in 12 films zou vertolken. Film Tarzan werd in 1999 uitgebracht. De muziek werd geschreven door Phil Collins, die in de film ook zelf alle liedjes zingt. In 2000 ontving Phil Collins een Oscar en een Grammy Award voor de beste originele filmsong voor You'll Be In My Heart. Phil Collins begint zijn muzikale carrière als Artful Dodger in de musical Oliver. In 1970 wordt Phil drummer van de rockband Genesis en begint zijn succesvolle muziekcarrière. Een paar jaar later wordt hij ook zanger van de band. Aan het begin van de jaren 80 combineert Phil Genesis met een eveneens zeer succesvolle solo-carrière. In totaal verkoopt Phil zowel solo als met Genesis wereldwijd meer dan 314 miljoen albums. Alleen al in Nederland behaalt hij 14 keer een top 10 notering, waarvan 4 keer zelfs een nummer 1 hit. Ook is Phil Collins een succesvol acteur, onder andere in de televisieserie Miami Vice en de film Buster. Phil ontvangt onder andere 9 Grammy Awards, 6 Brit Awards, een Edison Oeuvreprijs en een Oscar. De titelsong van Tarzan, You'll Be In My Heart. Dat
nummer neemt hij ook op in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Japans. Voor de musical Tarzan schrijft hij naast de 5 nummers uit de film ook nog eens 9 nieuwe nummers. Ondertussen zijn de repetities in een oude tramwerkplaats in Utrecht in volle gang. Hey, laat los, dat is van mij. Hey, blijf af, dat is gevaarlijk. Hallo, ik zeg, laat los! Kees, er zijn geen games aan de deur die ik vraag. Van mijn reden, dan bent u bij deze ontslagen. Building any of these sort of costumes is difficult because, as you'll see in a minute, it's not just putting a costume on a performer. It's he needs to be suspended in the air from these two points. He needs to rotate 360 degrees, and he's also got his arm extension, so you'll see as we progress him changing from a person in a harness, which in itself is complicated enough, and then we'll have to still make it look like a spider. Het is echt een hele bijzondere repetitieperiode, ook met Phil Collins erbij en allemaal de mensen van Disney. Iedereen weet zo goed wat ze willen en ja, het is allemaal heel erg gaaf. Wat is het engste van dat hele bieden? Ja, de hoogte. Want ik zeg, ja, maar je zit er wel vast. Maar dat is het niet. Dat is het gewoon niet. Je zit wel vast, maar je bent toch nog op die hoogte. En het moment dat je van die brug moet overstappen in een hangmatje waar ik dan in zit, dan denk je, oh my god. Dan denk je, waarom doe ik dit? Ja, nou ja, dat moet maar. Alles voor showbiz. Lots of new things, and I saw most of them this week, and they're very exciting, and they're like a blueprint for more stuff. Actually, you know, like all, I like change, and you know, it's a risky business, change, but so far every single thing that we decided to do different is working brilliantly. Wij hebben hele goede weken gehad. We hebben hier in Utrecht, in deze enorme hal, dit oude fabriek, hebben we heel goed kunnen werken aan de kracht voor alle mensen. We hebben hier goed kunnen vliegen. We hebben alle regie-repetities gedaan, muzikale repetities, eigenlijk alles wat nodig is om Tarzan te kunnen opvoeren. I was brought on board as the new choreographer of Tarzan to create new dances for the show. It's been amazing, it's been exciting because I have this incredible playground to play with. It's been like, I feel like a little kid in a sort of playground, you know, with flying and bungees and jumping, and you know, it doesn't get better than that. The dancers are so incredible. You know, they work really hard and they're really committed, and they're unconditionally there for the show and for us, and you know, for me, whenever. I mean, you saw them working right now. They're just like a soccer team, you know, where the Hollands, the Dutch team representing Holland in the Olympics. So that's, they've been amazing. Well, the idea was to understand how would be the concept of all the flying in a show that involves apes and human people in the air, you know. So I thought in what's the most simple way of showing that, and come up with an idea of hanging, how to hang, how to swing, and try to become more ape than human, and how to feel the rope as a vine, and how to do all the flying very fun and easy as well, because you don't have the time. It's not an aerial show, it's a musical, so the aerial has to be incorporated very fast and very easy to dancers and performers, and has to be basically fun. Er zijn in deze show 350 vliegbewegingen. Dat zijn 350 momenten dat iemand in een gordel moet vastgeklikt worden
of losgemaakt moet worden of dat er lijnen naar beneden komen. Er komen in totaal 21 lijnen op bepaalde plekken naar beneden. En wij zorgen ervoor dat de acteurs altijd vastzitten op de juiste manier. Een gordel gecontroleerd is en dat ze helemaal gecontroleerd zitten. Dus dat het veilig is eigenlijk? Dat het helemaal veilig is. Je bent volwassen. Hé, hey, bedankt voor het jas. En ik heb ook al de boom in. Dan terug naar de troep. Tarzan, wij gaan een eindje wandelen. Jij? Met mij? Echt waar? Ja. Dark, zeg jij even tegen mama te... Ook de rol van kleine Tarzan moet gerepeteerd worden. En daar zijn meerdere jonge acteurs voor aangenomen. Ik ben Tarzan. Ho, ho, ik ben Tarzan. Ja, wacht even. Ik ben de echte Tarzan. Hey. Er is maar één Tarzan hier en dat ben ik. Wij zijn heel hard aan het repeteren met de jonge Tarzans. Daar hebben we er 6 van. En dat vraagt nogal wat repetitietijd, omdat ze alle 6 moeten weten wat ze moeten doen. Dat, ja, daar zijn we nu mee bezig. Ontzettend leuk, want je krijgt met alle 6 een band. En de ene is iets sneller met leren dan de ander. En ja, ik vind het leuk, want je leert ze ook kennen in een spel. Dat het ook zo jong kan in zo'n grote productie te staan. En zoveel te moeten onthouden en te doen, dat vind ik heel knap. Dus ja, ik krijg er ook veel energie van om met ze te werken. Ja. Deze familie die me bang maakt en boeit, is niet de familie waarmee ik op ben gegroeid. We worden zo geholpen in de hele begeleiding en ja, het is één groot evenement hier al. Dus laat staan wat er straks in het theater allemaal te zien is. Het is heel spectaculair, echt. Jullie moeten echt gaan kijken. Terwijl in Utrecht de acteurs aan het repeteren zijn, wordt in Scheveningen het meer dan 100 jaar oude Fortis Circus Theater grondig onder handen genomen en klaargemaakt voor de nieuwe bron. Al in 1921 ging op Broadway het toneelstuk Tarzan of the Apes in première. Maar het zou tot 10 mei 2006 duren voordat er een musicalversie op Broadway verscheen. Lord Studios in Hilversum ontmoeten cast en orkest elkaar voor het eerst bij de SIDS-probe. Bovendien kan er zo direct een cd opgenomen worden. We didn't even do this in New York because we ran out of time. We didn't have time for a SITS probe in New York because they were running late with programming and stuff. So this is the first time I've actually heard an orchestra set up like an orchestra with singers singing it like a band would. So it's very interesting. I'm hearing things I never heard before. I knew we're there, but I've never heard them. But yeah, it sounds great. Very excited. Martine's done a great job of translation, so you know. Ik heb in de afgelopen weken een aantal dingen veranderd, ja. Die makkelijker zingbaar waren of die gewoon leuker konden of niet zoveel, maar toch ook in overleg met Phil wel een paar dingetjes en zo, als het ritmisch dan volgens hem weer niet helemaal lekker liep. Dus dat heb ik gedaan. Dat was helemaal aan het begin van de rit, dus daar hadden we wel een paar, clashes wil ik niet zeggen, maar wel een paar verschillen van mening in het begin. Maar we zijn er helemaal uitgekomen en aan het eind van de week kreeg ik een zoentje, dus toen was alles goed. Het moet, het leven is breed, het geeft en neemt. Wat jij ook doet, hij wordt nooit eenmaal
ons, hij blijft ons vreemd. En met zijn mond, maar giftig zijn lijf, zolang hij leeft. Leef door dit wond, ook al weet ik dat jij me nooit vergeet. Het is nog een kind waarin de droom ik niet verklaren kan, waarin die vreemde man de grond doet beven. Zo goddelijk bang en van mijn stuk ben ik. Ik zoek alleen zijn blik en hij vult mijn leven. En ik vraag me af of zij wel. Er zit een beetje muzikale politie in de zaal, weet je wel. En ze waren godzijdank heel erg tevreden, ook volkomen zelf. En daar ben ik heel blij om. Maar natuurlijk, dat voel je in je achterhoofd. Aan de andere kant heb je zoiets, jongens, ik ga gewoon en ik hoor in Haaland wel, weet je wel. En, maar we hebben van tevoren natuurlijk veel met Jim en Paul erover gehad, dus je weet in ieder geval wel dat je op het goede spoor zit. Maar goed, Phil hoorde het voor de eerste keer, dus maar hij was tevreden, dus ik ben blij. Maar wel spannend, ja zeker. En dan is het op 27 februari tijd om het Fortis Circus Theater eens grondig te verkennen. Dit is het theater waar Tarzan zijn thuis zal vinden. Wauw, dit is zo gaaf. Upstage, ja. Komen we dan op. I'm on top of the world! We gaan naar het hoogste punt. Wow. Ik neem wel altijd je telefoon mee, want je bent echt nooit bij. Ik toch doen. Oké, ja. Kijk, wat dit. Goed, naar beneden. Ja, kom maar. Boven. Schaam je. Hij staat wel. Zo vind ik het wel oké. Vervolgens beginnen de repetities hier opnieuw van vooraf aan. Voor het eerst in dit theater op dit podium. Het is een riant podium. En we zijn echt, zoals je Pichon al kan horen, we zijn elke sprong, elke zucht, elke lichtspot, alles moet helemaal perfect kloppen, zodat we zo mee verder kunnen. En we zijn nog niet eens verder gekomen dan één nummer, dus kun je nagaan hoe lang dat eigenlijk duurt. En hoeveel erbij komt kijken om dit gewoon te laten verlopen zoals het moet lopen. Dit wordt allemaal opnieuw gecreëerd, alle choreografieën en zijn allemaal totaal helemaal volledig nieuw. Dus dat is een hele opgave, maar het wordt absoluut een schitterende voorstelling. En aan Merlijn de taak om al die choreografieën te noteren, zodat hij ervoor kan zorgen dat iedereen blijft doen wat de choreograaf in gedachten had. It'll take us a week to get through the first act, another week to get through the second act, and then we loop back to the top and we start again, but we add full costume, hair, makeup, and then at the end of those 2 weeks we'll then add the orchestra in for about a half week, and then we'll be ready to put it in front of an audience and see what they think, and then we'll start working on it again. De tech duurt zo lang omdat deze voorstelling technisch ongelooflijk gecompliceerd is. Als we er doorheen jagen, zeg maar, dan gebeuren er misschien ongelukken. Dat willen we niet. We hebben heel veel mensen die zeg maar vliegen aan lianen tijdens de voorstelling. En elk moment dat iemand vliegt aan een touw, moet hier in het theater gerepeteerd worden. Well, I guess the challenge is to try to create something which works as well for the stage as the movie did for the cinema. And that means trying to find kind of theatrical equivalents for the types of things that they did in the movie. Some of that, of course, obviously is a job of the production team to create sort of amazing special effects. But part of it also is to look at, in a movie, a character says a lot just by a close-up on their face. And on stage, you have to find some other ways, sometimes through dialogue, sometimes through songs,
in order to say those things. We started exactly with a computer program from New York, and because the show's bigger, we have a little more room, we changed some of the lighting equipment because we've learned certain things. So this show is by 100% better in terms of the way it looks than New York. And also what we learned is that this green box that we're in can transform through color and shape and ways that we never dreamed of in New York. Best wel hoog. Maar het, tenminste, ik ben er al gewend. Nu ben ik er al heel erg aan gewend. En dat is wel fijn. Ik vind het wel kicken. En niet alleen op het toneel is men druk aan het werk. Toen ik hier ook aan begon, zeiden ze van, nou Maritska, daar heb jij niet heel erg veel werk aan. Een lendenlap. Nou, jullie willen niet weten hoeveel werk er nog achter de lendenlap zit. Sowieso, wat draagt hij natuurlijk onder de lendenlap en alles. Dus het is, ja, het was veel meer werk dan uitsluitend en alleen dat wat Tarzan aan heeft. Want daar zijn we redelijk snel mee klaar. De ene jurk is zeg maar als ze op de boot zitten en er is nog niks aan de hand. En de andere is als ze aangespoeld worden. En dan is de ene die is dan nieuw en de andere is oud gemaakt. Soms bijvoorbeeld in een film, als dat gedaan wordt, dan moet je heel erg op detail letten. Maar het is niet in de film, dus het valt minder op, maar het is er wel. Ergens wacht een grote nieuwe wereld. Ik wil het zien, ik wil leren. Ik ken ze niet en toch het zijn geen vreemden. Ik kijk ze aan, zal zweren. Yeah, there's lots of things that have changed. Of course, it's very difficult to understand it. You have to come back to work. Okay, but it was really... Real life. Really very... We own them. Yes. We own them. Come back to work. Je verliest je echt kilo's mee. Ik raad het iedereen aan. Sonja Bakker. Sonja. Ga gewoon Tarzan doen. Ja. Afvallen met sterren, dan moet ze gewoon met Tarzan komen. Tarzan ontvangt zijn eerste publiek. Diep hier in mijn hart. En in jouw hart is altijd plaats voor mij. Soms lig ik wakker van honderden zorgen. En ik begrijp hoe zwaar het moet zijn. Niet waar? Jawel. Niet waar? April is het dan eindelijk zover. De Europese gala-première van Tarzan voor een uitzinnig publiek. Nou, het was geweldig. We hebben echt een super show gehad. Het mooiste is, de mensen zijn laaiend enthousiast. Dus echt helemaal geweldig. Hi Janie. Hi. Dit was toch... Cool.
Ja, dit was echt heel leuk. In jouw top 10 van premières die je al hebt meegemaakt, waar staat deze? Ja, op 1. Echt fantastisch. Ik heb weer mijn hart laten zien en mijn hart laten spreken. Ik heb het publiek gevoeld en ze hebben mij gevoeld. Ik weet niet. Ik ben ondersteboven. Ik ben nu in de roes beland. En ik ga ervan genieten, dankjewel. Yes! Het was je eerste première, of niet? Ja, zeker. Vaker doen? Zeker, dat is echt super tof. Ik heb niet aan de hoogtevrees gedacht. Ik heb gespeeld. We hebben gespeeld. Dat was echt geweldig. Ja. Ik ben zo blij. But I just loved it. I see it as a new show. And I'm very, very proud of it. And this cast, even though I don't speak Dutch, this cast make me, I understand, and they bring in something so new to it and fresh to it. Very, very good. I'm kind of a wreck. Hold on. Ik heb iets gevoeld vanavond. Dat is dat wat boeken voor geschreven. De magie van theater. Dat er iets gebeurt met een zaal. Met artiesten, met een verhaal, waardoor je allemaal kippenvel krijgt, waardoor het gebeurt. Waardoor er iets is wat nooit geëvenaard kan worden door wat dan ook. I was blown away. It was so moving tonight and so beautiful. The performers were exquisite. Everybody was on, the energy was right, the sound was great, the band was perfect. But that cast brought everything together and made it so true and so powerful and so much their own. And for all of us, it was a deeply emotional night. Oh, lovely, lovely. With a lot of excitement, see the people enjoying, you know, and going with the flow of the show. It's amazing. It was good. Het ging goed. Er was ontzettend veel energie en het ging geweldig. Het was continu helemaal klimmen. Dat was goed, ja. The audience and the actors were just like making such connection here. It was completely thrilling. Er waren een hele hoop vibes in the house, maar het ging goed. Te gek. Ik heb er zo van. En ik vond het echt een triomf voor het hele gezelschap. Heerlijk, echt heerlijk. Ik zat alleen maar te huilen. Heel indrukwekkend, ongelooflijk. Ja. Ik ben vanaf het begin tot het einde gepakt door alles wat ik zag, wat ik hoorde. Wat ik kom zeker terug met de kinderen, want dit moeten mijn kinderen echt zien. Ik heb gehuild, gelachen. Het is fantastisch. Buitengewoon. Ja, ik vond het helemaal te gek. Fantastisch! Top! Geweldig! Toppie! Helemaal top! Fantastisch! Ik was zo onder de indruk van de styling en van de manier waarop ze de gorilla's gecreëerd hadden. Want heel vaak zie je dan dat er met maskers gewerkt worden en met schuimpakken en noem allemaal maar op. En nu zag ik gewoon de lijven, maar dan in combinatie met die stof en in combinatie met de pruiken en de make-up. Ik was heel erg onder de indruk. Ik vond het geweldig. Ik heb zo genoten van de show. Er zaten wel momenten in dat ik dacht van, ja, dat heb ik toch nooit kunnen doen. Dat is echt voor rond weggelegd. Ik ben zo gelukkig. Ik ben niet alleen blij, maar echt heel gelukkig. Tarzan is alleen te zien in het Fortis Circus Theater in Scheveningen. En het premièrefeestje duurde tot in de hele kleine uurtjes.